Een dames aan het strand. Wat wil je nog meer? Heel Waarland doet mee aan een veiling voor een nieuwe sporthal. Ruim 1200 veilingstukken zijn ingebracht voor een zo groot mogelijke opbrengst. Piet is mijn secondant. Die geeft alles een nummer. Nou, die mag toch wel een 7500 euro opbrengen. Kavel 314. We gaan de sportzaal die gaan we slopen en we gaan een nieuwe sporthal bouwen. En dat is eigenlijk nou niet dringend, maar heel erg dringend nodig. En we hebben samen met de sponsorcommissie hebben we besloten dat wij als sponsorcommissie de veiling gaan doen voor de nieuwe sporthal. Bijvoorbeeld hier een shirt van Antoinette de Jong, Riedewald, vroeger van Ajax, Vlaar, Ron Vlaar, uit Alkmaar vandaan, AZ, gesigneerd, nog zijn voetbalschoenen. Waar hij kampioen mee geworden is. Iedereen doet mee aan het dorp, want dat heb ik net al laten blijken. We hebben 1200 koopjes hebben we samengevoegd tot 400 kavelnummers. En dat is natuurlijk al, als je nagen het Waaland hebt, 2700 inwoners. Dus dan kan je merken dat er heel veel mensen meedoen. Ooit een boek geschreven. En er zit ook een stuk bewijs in van alles hetgeen ik beweer. En nou heb ik op de veiling aangeboden om daar tekst en uitleg over te geven. Het boek neem ik absoluut mee, want dat gaat naar de veiling. Kijk, hier hebben we petunia's. Deze petunia's die zijn dus gewoon door het hele warme weer, zijn ze dus anderhalve maand eerder. We horen alleen maar positieve berichten over het feit dat we dus hiermee bezig zijn. En dat resulteert dus ook in ruim 1200 koopjes die ik dus samengevoegd heb tot die 400 kavels. Nou, wat voor gevoel geeft dat? Dat heeft een heel trots gevoel. Een heel goed gevoel. Nou, en iedereen is natuurlijk welkom. En we zien u graag morgenavond om 7:30 in het Waarlands Dorpshuis voor de nieuwe veiling.